heb haar leren kennen als meisje. 16 jaar, soms in de Alphakerk in Kudelstaart. Ja. Een hele mooie stem, maar dat gaat ze vandaag niet doen voor ons. Maar ze gaat wel het woord met ons delen. Installeren. Yes. Goedemorgen. Ik ben zelf ook onwijs dankbaar om bij jullie te zijn weer. Laatste keer dat ik hier was, kwam ik wel zingen bij de vrouwenochtend. Maar dit keer kom ik om het woord te brengen en daar zie ik naar uit. En inderdaad, ik heb mijn mooie oudste dochter meegenomen, Fenne. En dat is natuurlijk wel super bijzonder om samen op pad te gaan. En ik heb het voorrecht om 3 prachtige dochters te hebben. Maar het is heerlijk om samen op pad te gaan. En dat ze gewoon al zo jong gewoon al mag meebeleven van de goedheid van God. En dat is zo belangrijk dat we dat met onze kinderen delen. En het is ook mooi om vandaag met jullie het woord te openen. En daar zie ik echt naar uit. Wie kent Femke Bol? Weet je, meeste wel. Femke Bol is een atlete. En niet zomaar een atlete, een hele goede atlete. Een jonge dame. En zij is gespecialiseerd in hordenlopen en 400 meter sprint. Ik heb me even laten informeren natuurlijk. Maar ik ken haar voornamelijk van het hordenlopen. En zij is echt op hoog niveau. Doet ze mee aan fantastische wedstrijden. En wat we vaak van haar zien is dus de wedstrijden. Het moment dat het er om doet. De EK of de WK wordt uitgezonden op tv. En iedereen kijkt daarna. Of in ieder geval een groot deel van de mensen. Dat zien we op tv. Maar Femke heeft hier natuurlijk een enorme weg voor moeten afleggen. De trainingen, die zien we niet op tv. De momenten dat ze dingen moet laten. De momenten dat ze ervoor kiest om niet naar de Mac te rijden, maar toch iets gezonders te eten. De momenten dat ze niet naar haar vriendinnen kon gaan, omdat ze moest trainen. Allerlei momenten in haar leven dat ze dingen moest laten om te komen op het punt dat ze die wedstrijd kon gaan doen. Dat ze die wedstrijd moest gaan lopen. En eigenlijk zou het echt super interessant zijn om ook die trainingen van haar te zien. Om dat stuk van haar leven ook te zien. Omdat je daarmee ziet wat de weg er naartoe is. Dat ze die wedstrijd kan winnen. En weet je, wij hebben ook allemaal een wedstrijd, een wedloop te lopen. We hebben allemaal een reis die we afleggen in het leven. En er komen allerlei dingen op ons pad. En heel vaak zien we maar een deel van iemands leven. Maar we zien niet de dingen die er thuis gebeuren. Of de dingen die we op school doen. Of de dingen die we op ons werk meemaken. Maar dat zijn wel de momenten waar het er om gaat. Niet die momenten van die grote wedstrijd. Niet die momenten dat je gezien wordt. Maar juist die momenten waarin niemand kijkt. En dat zijn wel de momenten waarin we de grootste overwinningen behalen. En wat de voorbereiding is om een grote overwinning in je leven te behalen. En ik wil met jullie vandaag gaan kijken naar David. En ik vond het super mooi dat je begon met Psalm 23. Want ja, dat is natuurlijk de fantastisch mooie psalm van David. En we gaan kijken naar een heel bekend verhaal. En ik hoop dat ik jullie daarin mee kan nemen. We gaan weer opnieuw kijken naar dat belangrijke verhaal in de Bijbel, wat iedereen kent. David en Goliath. En ik hoop niet dat je daarop uitschakelt direct, want ik geloof dat we zien heel vaak dat grote moment, hè, van David die Goliath versloeg. Maar we gaan kijken naar die details in het woord. Wat gebeurt er voordat David op dat punt komt? Want ik geloof dat hij op die momenten de stappen deed om uiteindelijk de reus te kunnen verslaan. En we kunnen daarvan leren. En ik wil je daarin meenemen.
Jullie mogen opzoeken 1 Samuel 17. Ik ga niet het hele verhaal aan jullie voorlezen, want ik denk dat de meeste mensen dat verhaal heel goed kennen. Dus we gaan inzoomen op een bepaalde details in het verhaal. En ik wil met jullie nadenken over welke stappen, hoe kan ik groeien in verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven daarin. Welke momenten in mijn leven vragen een bepaalde keuze om uiteindelijk te groeien in het verantwoordelijkheid nemen. We gaan naar 1 Samuel 17, vers 17. En daar lezen we: op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Ik lees vanuit de NBV 21 trouwens. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met het proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. De kudde liet hij achter, onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger onder het aanheffen van strijd kregen de linies betrok. Op een dag ging David met zijn brood, met zijn graan, op pad. Iets heel normaals. Zijn vader vroeg dat aan hem. David was hiervoor gezalfd tot koning. Niet echt een taak voor een koning om een beetje gewoon de dagelijkse eten te brengen naar het legerkamp, toch? David was ongeveer tussen de 15 en de 20 jaar oud, kunnen we lezen. Of kunnen we nalezen. Het wordt beschreven als een jong volwassene. Nou, gemiddeld is die leeftijd nog niet dat hij denkt van, nou, ik ga lekker doen precies wat mijn vader zegt. Maar David, die ging voor deze doodnormale taak naar dit terrein. Hij was volgzaam en trouw en gehoorzaam aan zijn vader. Een heel normaal iets waarin sleutels al lagen voor zijn bestemming. Want hij was trouw in de gewone dingen. En even later, we gaan ook even verder, in vers 34 een stukje lezen. Daar lezen we iets over zijn verdere werk wat hij deed. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, al antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te roven, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het uit dier uit zijn muil. En als hij me wilde aanvallen, greep ik hem bij zijn keel en sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me heeft gered uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Dat overwinnen van die leeuwen en beren speelde zich niet af in een grote arena waarin iedereen naar David keek. Dat speelde zich af op een verlaten veld, hij alleen met zijn schaapjes. Onzichtbaar voor de mensen om hem heen. Toen Samuel kwam om op zoek te gaan naar een koning, was hij niet vooraan in de rij van, joehoe, hier, je moet mij hebben. Nee, hij was verscholen op het veld. Niemand zag hem. Maar God zag de dingen die hij deed. En ik geloof dat God echt vandaag ons ook bewust wil maken van die onzichtbare momenten in ons leven. Wat doen we dan? Ik wil heel graag groeien in bepaalde dingen. En ik wilde bijvoorbeeld groeien in gebed. En toen zei God, oké, begin thuis. Hoe doe jij je huishouden? En ik vind mijn huishouden niet de meest leuke taak om te doen. Ik heb 3 kinderen, ik heb 2 katten, dus het moet echt gedaan worden. Maar echt, ik sta niet vooraan om dat te doen. Dus
dat vraagt dat van mij. Maar God die zei van, Lisanne, hoe doe je die dingen? Hoe doe je die dingen? Niemand ziet eigenlijk dat je dat doet. En nou, als ik mijn vloer heb gedaan, heel snel daarna is mijn vloer weer vies. Heel snel daarna gaan ze in bed liggen. Heb ik mijn bedden verschoond, maar die bedden blijven natuurlijk doordat ze uit de zandbak van school komen. En niet altijd helemaal schoon in bed. Die bedden zijn weer vies. Maar wat doe ik op die momenten als niemand kijkt? Ik, de Heere God, die zei van Lisanne, als je je bedden verschoont, zegen dan je kinderen. Zegen je kinderen als je de bedden opmaakt. Wat doe je als je stofzuigt? Zegen je huis, zegen je gezin. Misschien ook wel je eigen bed, waar je misschien met je man in slaapt. Zegen je man. Het zijn de momenten, niemand kijkt. God kijkt. En het heeft zo ontzettend veel waarde in je leven als je die kleine momenten gaat pakken en dat samen met God gaat doen. Want dat zien we ook bij David. Het was voorbereiding. Hoe hij de leeuwen en de beren versloeg, terwijl niemand het zag. Zag God het. En dat was een voorbereiding van zijn hart. Want als we ons huishouden doen, niemand ziet het. En dat heeft misschien ons hele gezin, die waardeert het niet eens. Maar de manier waarop we dat soort dingen gaan doen, als we het samen met God gaan doen, worden die dingen ineens belangrijk. Want het geeft fundament in je leven. Het geeft een relatie die je opbouwt met God. Van Heer, zegen mijn kinderen, zegen mijn man, zegen mijn huishouden, zegen mijn hart, verander mijn hart. En dan ineens wordt het een heel ander verhaal. En gaan we dat als heel waardevol beschouwen. God is op zoek naar mensen die trouw zijn in die gewone dingen van het leven. Dus onderschat alsjeblieft niet als je gewoon thuis bent bij je kinderen. Onderschat niet de dingen op je werk die voor jou gewoon zijn om te doen. Met welk hart doe je de dingen die je doet? Onderschat die kleine momenten nooit en doe het samen met hem. In 1 Petrus 5, vers 5, dat is een tekst die is geschreven. Dat gaat eigenlijk over het gezag van de oudste. Maar daarin staat ook een klein stuk wat hij echt tegen de gemeente zegt. En daar staat, in omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht. En dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Dus dat nederige, dat dienstbare, is de basis om uiteindelijk te groeien naar stappen van verantwoordelijkheid die God je gaat geven. In de eerste plaats zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven. Voor ons eigen gezin. Voor ons werk, wat ons is toevertrouwd. En daarmee mogen we groeien en nieuwe stappen, een nieuw gebied innemen. Het begin dan van dit verhaal van David en Goliath geeft een omschrijving over hoe groot Goliath is. We lezen dat ongeveer vanaf vers 4. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van 6,5 el lang, ongeveer 3 meter. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals zijn kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn speer was zo dik als de boom van een weefgetouw en het punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Nou, ik zou het allemaal niet kunnen tillen, dat is voor zeker. Een schildknecht ging voor hem uit en in het dal bleef de Filistijn staan en riep, waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? En iets later in vers 12 staat er iets over David geschreven. David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. Hij zelf was in die tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn oudste 3 zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, dan krijg je Abinadab en dan de derde Samma. En David was de jongste.
wordt niet echt iets heel specifieks over hoe groot David was. Maar het contrast over de grote Goliath en de kleine David kan je heel erg merken in dit stuk. David was de jongste en in die tijd ben je dan echt de onbelangrijkste. Eliab was de eerste erfgenaam van Isaï. Hij was de meest aanzienlijke van het gezin. Die grote Goliath en die kleine David. En in vers 28, dat is eventjes iets verder, lezen we over de confrontatie tussen David en Eliab. Davids oudste broer Eliab, die hoorde David praten en die zei, wat doe je hier? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt een denigrerende opmerking. Echt van, nou, lekker belangrijk ben jij. Goliath, de belangrijkste man van de Filistijnen. Met hem zouden ze de Israëlieten verslaan. En David, de meest onaanzienlijkste van allemaal. Maar hij was de enige die wel ging. Saul was eigenlijk degene die had moeten gaan. Hij was de grote man. Als er een omschrijving over Saul is dat hij ook een grote man was om te zien. Net zoals Eliab. Toen Samuel hen zag, waar ging hij op af? Op zijn gestalte. Twee mannen die geschikt waren, als je daarnaar kijkt, met menselijke ogen. Hoe vaak kijken wij niet naar mensen of naar omstandigheden met onze menselijke ogen? En ik geloof dat we, als we leren om niet naar situaties of naar mensen te kijken met onze menselijke ogen, maar met onze geestelijke ogen, dat we de dingen heel anders gaan zien in ons leven. En dat we heel anders naar mensen gaan kijken. En misschien wel ook naar de woorden die zijn uitgesproken. Misschien heb je wel eens een woord of een profetie gekregen over je leven. Ik weet niet in hoeverre dat hier is. Of dat je dat hebt meegemaakt. Maar ik geloof dat een profetisch woord krijgen is één. Maar dan ook daarmee gaan wandelen en daarin gaan geloven is een heel ander facet. En soms kan er dingen over je uitgesproken worden dat je denkt van, nou, mij niet gezien, dat is echt niet voor mij. Maar heel vaak kijken we er dan naar met onze menselijke ogen. Maar als we God betrekken en vragen van, Heer, wat ziet u? Wat ziet u in mij? Dan wordt het een heel ander verhaal. Als David had gekeken naar zichzelf op de manier waarop mensen hem zagen, had hij nooit gegaan. Maar op het moment dat hij ging beseffen hoe God naar hem keek en welke kracht hij in hem was, zoals God dat in hem had gelegd, kon hij de reus verslaan. Iets van mij persoonlijk, ik heet Paulien als tweede naam. Ja, Paulien. En ik had vorig jaar, was er iemand die mij een profetie gaf en die zei, mensen zien jou als klein meisje. En toen moest ik dus nadenken over mijn tweede naam. Dat kreeg ik in herinnering van, oh ja, hoe heet ik? De geest gaf me dat natuurlijk in. Van, Lisanne, jouw tweede naam is Paulien. Maar zo is niet zoals ik naar jou kijk. En ik geloof dat God dat tegen ieder van ons wil zeggen. Zo kijk ik niet naar jou. Ik zie jou niet als klein en gering. Ik zie jou niet als onbekwaam. Ik zie jou niet als een mislukkeling. Als iemand die het niet kan. Want in de geest, omdat de Heilige Geest ook in ons woont, zijn we veel groter, veel belangrijker. Jij hebt kwaliteit omdat de geest jouw kwaliteit geeft. De roeping die de Heer op jouw leven heeft gelegd is niet afhankelijk van je menselijke kwaliteit, maar vanuit je geestelijke kwaliteit. En ja, dat gaat samen. Want ik geloof dat God je dingen geeft in je leven die je kan gebruiken. David
was geoefend. Die had zijn slinger geoefend in het onzichtbare als niemand keek. Maar dat gaat samen met zijn geestelijke bagage die hij heeft gekregen om die vijand uiteindelijk te overwinnen. En nog veel vaker, hè, want we hebben één keer een reus Goliath. Maar dan staat Saul en die blijft hem achterna gaan en dan moet hij het gevecht constant mee aangaan. Dat bleef, het was niet alleen die Goliath, het bleef doorgaan in zijn leven. Maar elke keer vroeg dat om geestelijk inzicht van David. Dus ik geloof dat God ons oproept om ons te laten leiden door de Heilige Geest en te vragen om geestelijk inzicht. Dus ook in je gemeente, in deze gemeente, kijk naar de mensen door de geest. En ik geloof dat God dat geestelijke en dat menselijke zal samenbinden en daarmee je zal verhogen. En daarmee zal je groeien en steeds sterker worden. En als je ook een profetie of een woord ooit van God hebt gevangen, ga er opnieuw mee naar kijken en vraag de geest om je daar inzicht over te geven. En dan kan je daarmee gaan bewegen. En weet je, als je denkt van nou, hoe moet ik dat doen? Weet je wel, ga naar je voorganger, ga naar leiders, ga naar mensen die belangrijk voor je zijn en die met geestelijke ogen naar dit soort dingen kunnen kijken. Dat is echt belangrijk. 40 dagen stonden ze oog in oog met die reus. Toen ze Goliath zagen, stonden ze verlamd van schrik. Ze kwamen niet van hun plek. En elke keer, ja, ze zullen wel weer gaan slapen. En de volgende ochtend weer hetzelfde beeld hebben. Elke keer stond die reus voor hun gezicht. In de weg voor de doorbraak in hun leven. Goliath zei, waarom zou je nog slag leveren? Waarom zou je het proberen? Ik ben er en ik ga niet weg. Elke avond, elke dag, 40 dagen lang, keken ze naar Goliath in dat dal. Saul durfde niet. Eliab durfde ook niet. Maar David, die gaat wel. Hij nam het risico om het dal in te lopen en de reus te overwinnen. Hij was dapper. En ik geloof dat we allemaal reuzen in ons leven tegenkomen. De duivel wil ons allemaal beïnvloeden en wil ons angsten versterken. Hij zal proberen al je problemen onoverkomelijk laten lijken. Hij wil je overstelpen met zorgen dat het niet anders kan dan dat het niet goed afloopt. Hij zal je zorgen zo groot proberen te maken dat je niet meer in beweging durft te komen. En daardoor durf je niet meer te kiezen om te gaan voor het woord dat God over je leven heeft gesproken. En zal je altijd proberen van, nou, ik ga maar niet, want stel je voor dat het toch anders afloopt dan dat je had gedacht. Je vertrouwt niet meer op hetgene wat is uitgesproken. Want misschien loopt het wel heel anders af. Wat als? Wat als? We verzinnen allerlei uitvluchten om maar niet de confrontatie aan te gaan met de reuzen in ons leven. En weet je, de reuzen die wij, waar wij geen verantwoordelijkheid voor nemen in ons leven, zullen onze kinderen moeten aangaan. Als ik niet afreken met afwijzing, als ik niet afreken met onzekerheid in mijn leven, projecteer ik dat op dat van mijn kinderen. En ik wil niet dat zij diezelfde reuzen moeten ondergaan. En ja, zij zullen hun eigen battles voeren in het leven. Het is niet zo dat ze helemaal vrij dan kunnen gaan. Maar ik geloof wel dat als wij die reuzen al overwinnen in ons leven, dat dat een weg baant voor onze kinderen. En misschien zijn je kinderen wel al uit huis. Dus
weet je wel, maar dan alsnog geloof ik dat ze naar je kijken en zien de dingen die je doet, hoe jij praat, hoe je spreekt over je eigen leven. Weet je, zolang wij op aarde zijn, is er nog een weg te gaan. Het is niet over. Het kan nog veranderen in je leven, je huwelijk, je gezin, je eigen leven. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. We zijn verantwoordelijk voor de dingen die God op ons leven heeft geplaatst. En die reuzen moeten we aangaan. Als we die reuzen niet aangaan in ons leven, dan zijn we verlamd. Dan blijven we staan waar we staan, lopen we dezelfde ronde, komen we steeds op hetzelfde punt uit. Maar ik geloof als je reuzen gaat verslaan in je leven, brengt God je op een nieuw niveau. En daarvoor moeten we het dal in. En wij willen heel vaak dat het gewoon heel erg lekker loopt in het leven. Gewoon dat je je ding doet, dat je gewoon naar je werk gaat, dat je gewoon lekker met je kinderen bent of met je kleinkinderen. Dat is echt een vreugde natuurlijk. Dat je gewoon je ding kan doen. En dan ineens, daar staat die reus. Opnieuw weer. Want zo werkt de duivel. Hij zal steeds weer opnieuw tegen je aan gaan praten en de dingen voorhouden die je nog niet hebt overwonnen in je leven. En hij gaat dat misschien voor, of doet hij het in een nieuw jasje op een nieuwe manier, maar ze staan toch elke keer weer voor onze neus. Ik loop liever weg voor confrontaties. Ik ben echt iemand die houdt van vrede. Van vooral geen conflicten. En ik zal ze zeker vermijden. Misschien herkenbaar voor mensen. Maar ik merkte dat dat een ding werd in mijn leven. Omdat ik daardoor niet bepaalde stappen verder kon maken. En ik moest daarvoor de confrontatie aangaan met mijzelf. Lisanna, hoe erg is het als mensen mij niet lief vinden? Want ik wilde gewoon lief gevonden worden. Gewoon dat lieve meisje. Maar hoe andere mensen naar mij kijken, bepaalt niet wie ik ben. Dus soms moest ik keuzes maken die andere mensen niet oké zouden vinden. Maar dat betekent nog niet dat ik niet oké ben. Want dat bepaalt God. God bepaalt wie ik ben. En niet de mensen om mij heen. En zo hebben we allemaal, ik heb nog heel veel meer de dingen hoor, die komen elke keer weer nieuwe dingen. Maar op het moment dat we afrekenen met die reuzen, dan komen we op een dieper en nieuw level in ons leven. We moeten daarvoor het dal in om vervolgens weer omhoog te gaan, die bergtop op. En ja, misschien komt er weer een nieuw dal, maar dan zijn we al een niveau verder. We zijn niet blijven hangen op diezelfde plek waarin we niet verder komen. Als we verantwoordelijkheid nemen over ons eigen leven, over onze eigen reuzen, zorgt dat ervoor dat we verder kunnen komen. En dat betekent ook dat onze kinderen verder kunnen komen. En dat onze kleinkinderen verder kunnen komen in het leven. En dat is wat we willen. En de mensen om ons heen, de mensen die Jezus nu nog niet kennen. Ze kijken naar ons, ze kijken naar jou op je werk. Hoe ga je om met de omstandigheden? Hoe ga je om als er moeilijkheden op je pad komen? Hou je dan vast aan het woord van God? Hou je dan vast aan wat Jezus heeft vrijgezet aan het kruis voor ons? We mogen in een volheid van het leven leven. Ja, in de moeilijkheden van ons leven is God erbij. Hij gaat voor ons uit. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. In het dal zal Hij er zijn. En weet je, de strijd die je misschien nu voert, is uiteindelijk de kracht voor je toekomst. Dus loop niet weg voor dat dal in je leven, hoe zwaar dat echt kan zijn. Maar we moeten afrekenen met die aanklachten van de duivel, dat het niet waard zijn, dat we het niet kunnen. Om uiteindelijk die bergtop weer op te klimmen. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen en wil je alvast wat spelen? Weet je, groeien naar een nieuw level, groeien in verantwoordelijkheid, vraagt van alles. Maar vanuit dit
hoofdstuk, vanuit dit woord, vanuit David, mogen we leren dat we die gewone dingen in ons leven moeten eren. Dat we die gewone momenten in ons leven, als we dat samen met God gaan doen, is het de voeding van ons hart om te veranderen en om steeds verder te komen. En dat is in eerste plaats een verrijking van je eigen leven, maar ook zo van het leven van je mensen om je heen. En voor de grootheid van God. Weet je, God is zo goed en groot. En we willen Hem eren met ons leven. We mogen kijken met onze geestelijke ogen. Misschien wel naar het dal wat je op dit moment, waar je op dit moment in zit. Naar de mensen die op je pad komen. Die het misschien wel moeilijk hebben. Kijk naar wat God wil doen in die situatie. Om dat te veranderen. Om daaruit krachtig weer voor te gaan. Ga naast ze staan als er mensen zijn in je omgeving die dit nodig hebben. Loop niet weg voor de reuzen in je leven. Drie sleutels die David ons leert om niet de reuzen in ons leven te vermijden. Maar David ging op het woord van God. Hij zei: vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. Ik zal de luiken van de Filistijnen aan de roofvogels en de wilde dieren ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen beseffen dat de Heer geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En Hij zal jullie aan ons uitleveren. Het gaat erom dat de grootheid van God wordt gezien door ons leven heen. Dat we Jezus verhogen. Met alles wat we zijn, met alles wat we hebben, in alle moeilijkheden, alle omstandigheden van het leven. God is erbij. Hij gaat voor ons uit. Jezus, U overwon de dood voor ons. U overwon het graf. Zodat wij in de volheid van het leven mogen gaan, Heren. Jezus, U zag de vijand oog in oog en U overwon het voor ons, Heer. Heer, zodat we in Uw kracht mogen gaan, Heer. Zodat we het niet uit eigen kracht hoeven doen, Heren. Heer, maar dat we mogen gaan vanuit Uw kracht, Heren. Heer, en als we moedeloos zijn geworden van het strijden, Heren, willen we opnieuw zeggen, Heren. Heer, mijn kracht is in U, Heren. Mijn vesting is in U, Heren. U bent mijn burcht, U bent mijn bevrijder, Heren. Heer, en ook al ben ik bang, Heer, U zegt in Uw woord, wees niet bang. Ik ga voor Je uit. Ik sta aan Jouw kant. Ik bepaal de uitkomst van de strijd. Heer, en U gaat met ons mee als we het dal in moeten, Heer, om naar een nieuw niveau te komen, Heer. U gaat met ons mee, Heer. Heer, en dank U, Heer, dat we ook weer uit dat dal mogen komen, Heer. Heer, dat U ons weer tot op bergtoppen brengt, Heer. Heer, waarin we Uw grootheid mogen laten zien, Heer, aan de mensen om ons heen, Heer. Heer, dat mensen zullen zien aan ons leven, Heer, dat U goed bent, Heer. Dat U trouw bent, Heer. Dat U oneindig groot bent, Heer. Dat U boven de omstandigheden bent, Heer. Heer, U bent groter dan elke reus, Heer, die we tegemoet gaan, Heer. Heer, en leer ons, Heer, om in ons dagelijks leven elke keer weer U te betrekken in alles, Heer, in alles. Heer, in die gewone dingen van het leven, Heer. Heer, dat ons hart verandert, Heer. Heer, dat ons hart zo verandert, Heer, dat we, ja, dat we zullen gaan en zullen uitgaan, Heer. Heer, toet ons hart, Heer. Heer, we willen U eren om wie U bent, Heer. Jezus, U bent groot, Heer.
U bent machtig, Heer. Niemand is aan U gelijk, Jezus. Heer, U staat boven alle dingen, Heer. Heer, en help ons, Heer, te groeien om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven, Heer. Heer, zodat het vrucht zal brengen in het leven van de mensen om ons heen en velen daarbuiten, Heer. Dank U wel dat U dat wilt doen, Heer. In Jezus' naam. Amen.